Burgers van Bonaire, wij staan met elkaar voor een enorme uitdaging. Het coronavirus grijpt om zich heen. Het is een nieuw virus waartegen wij nog geen antistoffen hebben opgebouwd. In Italië bijvoorbeeld heeft het virus hard en genadeloos om zich heen geslagen. In Nederland heeft men ook daarop verregaande maatregelen genomen. En ook wij hebben zware maatregelen genomen, ook al is er nog geen besmetting op Bonaire. Het luchtverkeer uit veel landen is stopgezet en de luchthaven van Bonaire is beperkt toegankelijk. Ook scholen en sportclubs worden gesloten. Met de noodverordening wordt het sociaal en dagelijks leven flink ingeperkt. Daar zijn wij ons van bewust. Maar deze maatregelen helpen ons juist om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Iedere dag kom ik met het landelijk beleidsteam samen om de situatie te evalueren en te beoordelen. Met elkaar moeten wij ervoor zorgen dat wij in deze moeilijke periode een breed draagvlak creëren. Dit zodat wij gezamenlijk het beste kunnen doen voor ons eiland. De tijd is daar om onze handen, zij het spreekwoordelijk, ineen te slaan. Ik wil iedereen bedanken. Met name de mensen in de zorg en de mensen van de overheid die mij en het EBT-team overal meehelpen in deze moeilijke periode. Mensen die inspringen en hard werken om te zorgen dat Bonaire voorbereid is op dit virus. De kans dat het hier zal komen is reëel. Maar wanneer het zover is, dan gaan wij dit gezamenlijk aan. Belangrijk hierbij is dat wij met elkaar de rust moeten bewaren en het vertrouwen in elkaar moeten behouden. Ik zie om me heen dat mensen mooie initiatieven nemen. Zij proberen ondanks de maatregelen er het beste van te maken. Ik bewonder de draagkracht van onze burgers. Als je de tekens los van elkaar zet, betekent het woord crisis in het Chinees gevaar en kans. Laten wij het gevaar in het gezicht kijken, zonder angst, klaar en voorbereid om te handelen. En dit met elkaar de schouders onder zetten, zodat wij gezamenlijk als bevolking aangaan. Laat dit ons dichter bij elkaar brengen. Dat is mijn oproep aan u. Samen gaan wij ervoor zorgen dat het virus onder controle blijft. Ik vraag u, bewaar de rust. Wij zijn voorbereid. Het moment is daar om elkaar te steunen. Laten wij dit omzetten naar een kans. De kans op verbroedering en saamhorigheid.